Leuk dat jullie kijken, nou ben ik weer. Ik ben weer in Amsterdam bij de Holland Health Kliniek. Vandaag ga ik het hebben over de health check, gezonde leefstijl en gezondheid. Nou, daar ben ik echt voor. Ik ben ook sinds 2 jaar geleden heb ik hier ook een health check gedaan. En ik ben erachter gekomen toen dat het mijn spieren te slap waren. En ben ik naar de sportschool gegaan. Ik voel me hier ook 10 keer beter door en ik voel me echt heel erg fit. En natuurlijk ook met mijn ochtendduik die ik elke dag doe. Elke morgen neem ik een frisse duik in mijn eigen gemaakte zwembad. Daar ben ik natuurlijk ook super trots op. Ga ik video maken niet met Mark Riek, maar met Ernst. Dus stel je mij even voor. Ik heet Ernst. Ik ben een van de artsen hier op de Holland Health Clinic. En ik help mensen in het begeleiden en in het meten van hun gezondheid. Waarom ik hier ben gaan werken is eigenlijk omdat ik het belangrijk vind dat we de focus ook leggen op het gedeelte wat mensen zelf kunnen doen. Dus leefstijl, voeding, beweging. Dat vind ik belangrijk en leuk om daar ook als arts mee bezig te zijn. Als ik bijvoorbeeld nu bij jou zou komen, weet je wel, dan ga je helemaal een check doen, hè? Wat gaan jullie dan doen? Ja, nou, we hebben verschillende checks, maar als je een uitgebreide check doet, dat noemen we dan een health check. Dan, en we kijken natuurlijk sowieso naar de standaard lichaamsmetingen. We doen allerlei bloedcontroles, we doen een hartfilmpje. We kijken ook naar het mentale aspect, dus met vragenlijsten die we iemand voorhouden. Om te kijken van oké, hoe voel je je, wat voor stress heb je. Dan kijken we naar de gedeelde voeding. Ik moet nu een week lang bijhouden wat ik precies eet. En door middel van deze smartwatch worden mijn activiteiten bijgehouden. Na deze week stuur ik deze op voor een onderzoek. Maar het gedeelte beweging dat we meepakken is dat we eigenlijk een set van 10 oefeningen doen. Dat heet de FMS, Functional Movement Screen. Dat is een wereldwijde soort van standaard die eigenlijk heel globaal kijkt van oké, hoe is het inderdaad op het gebied van kracht, mobiliteit. Dus mobiliteit in de heupen, in de schouders. Eerst met ene been, dan met het andere been. Ja. En wat je daarmee eigenlijk doet is kijken naar hoe is iemands heup mobiliteit. Want als daar stijfjes in bent, dan kan je niet zo er overheen, maar dan moet je gaan compenseren. Dus dan ga je er zo overheen. Andere voet. Een flinke stap naar voren inderdaad. Ja. Nou, dat ging al beter. Dat ging al beter, hè? Ja, waar ik zelf heel enthousiast van over ben, is inderdaad het deel beweging. Ja. Ik ben zelf eigenlijk altijd gewoon heel enthousiast daarover geweest. Ik heb mijn hele leven gesport en heb me daar mee bezig gehouden. Ik heb zelf ook een coach die me dan af en toe traint en een heel schema voor me opstelt. En ik merk dat ook wel heel belangrijk is om iemand te hebben, een coach of een begeleider, die jou echt stap voor stap door een proces heen brengt. Want bewegen is natuurlijk leuk en een beetje wandelen en zo, maar als je echt bepaalde stappen wil maken, dan is begeleiding wel echt heel belangrijk. Ja. Pak jij deze? Ja, dat is wel een goeie, ja. En dan even kijken, dat we hier zo een foto van maken. Ik kan meteen zien dat jouw enkels, die vinden het niet fijn om, gebogen te zijn. Dat kan ik echt niet. Je hebt vrij stijve enkels. Ja. Dat kan een punt van aandacht zijn dan als je bijvoorbeeld zou zeggen van hé, daar wil ik mee aan de slag. Want gewoon kunnen squatten zeg maar, een basis squat. Mm. Dit zou eigenlijk een houding moeten zijn die iedereen zou moeten kunnen. Ja. Want ja, dit hoort gewoon bij gezond. Normale bewegingsvorm, zeg maar. Ja. Maar veel mensen hebben hier moeite mee. Mm-hmm. Ja, waarom? Kan je dat wel met platte voet? Waarom? Omdat mensen de hele dag eigenlijk op een bureau of op een stoel zitten achter een bureau. Mm-hmm. Ja, die spiergroepen die raken helemaal verstijfd, zeg maar. Nou, ook in de enkels. En dat. Nog een week in de winkel bij mij. En dat kan, dat is elke periode is het weer anders. Nu ben ik een beetje met handstanden bezig. Leuk is dat je dat kunt, hè? Ja, ik kan dat nu ook, handstanden. Ik vind het echt zo cool. Oké, gaaf. Nou, wil je graag fitter worden en wil je graag een healthy check? Ga dan naar de Holland Health Kliniek en dan krijg je goede tips van Ernst. Ja, zeker. Ja, nou dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.